Jorm, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. En welkom weer terug in een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En dit keer speel ik in Mindtopia. En ik sta hier in het oh zo mooie Kutraxia. En dan denk je van, Dylan, waarom staan er zo weinig mensen bij jou in de buurt? Nou, dat komt omdat ik niet speel op Rotjoch hier, maar ik speel op mijn tweede account. En ik ga de naam nog niet zeggen, maar daar ga je vast wel achter komen. En in deze serie van Mindtopia ga ik gewoon spelen zoals jullie spelers spelen. Namelijk vanaf het begin, zonder geld, zonder eten. En hierbij ga ik eigenlijk jullie een beetje leren, stapje voor stapje, hoe je bijvoorbeeld geld kan krijgen, rijker worden in Mindtopia. En hoe ik het eigenlijk ga doen. Je hoeft niet op mijn manier te doen, want natuurlijk als je mijn manier doet, ben je al te laat, want het is al gedaan. Dus in ieder geval hoe je inderdaad wel iets kan doen. En in plaats van gewoon gaan ronddeuren, want ik zie heel veel mensen hier gewoon rondstaan. Rondlopen kutten, en ik doe dat dus niet. Want ik heb namelijk een plannetje gemaakt. Ik heb een aantal andere beginners gevraagd om mee te doen in deze serie. Een paar vrienden van mij toevallig. En hier staan ze, het zijn Cookie Monster, Dave Poort en Thijs Turms. Hallo jongens. Hallo. Hallo. Hi. Kijk, deze jongens zijn sinds gisteren zijn die al aan het spelen op dit account? Ja. Nou, ik vandaag. Ik vandaag. Ja, jij bent net ook net op de server. Dus houdt in dat wij, ik heb 5000, Cookie Monster heeft 5000. Dave Poort, jij hebt? 12.000. 12.000 ondertussen. En Thijs, jij hebt? 6.000. 6.000. We hebben een aantal wat geld, dus niet heel erg veel. Maar wat we gaan doen natuurlijk, proberen in deze serie. Want natuurlijk, wat willen we allemaal doen in Mindtopia? Rijk worden. Heel goed, geld maken, rijk worden. Dus dat is ons plan. En op dit moment, ons plan, wat ik wil doen eigenlijk, is niet meer een Kutraxia te gaan doen. Want Kutraxia is super druk en super veel onzin. Dus ik wil eigenlijk richting, vooral richting Rolandia gaan. En daar wil ik een winkeltje starten met voedsel. Aangezien voedsel nu echt iets wat mensen echt nodig hebben. En mensen dat echt dik inkopen. Dus we daar gewoon een voedselwinkeltje openen voor een paar duizend euro. Investeren, een banklening aanvragen. Money boys. Ja, lijkt een plan. Ja? Klinkt goed. We gaan het gewoon proberen. En ondertussen kunnen we ook straatdealen. Het is natuurlijk illegaal om te gaan straatdealen. Maar ja, het werkt gewoon. Je mag het altijd proberen. Als de politie niet ziet, dan zie je het niet. Want daar heeft Dave Poort's geld mee verdiend. Ja, dat klopt. Daarom. En Thijs ook trouwens, toch? Ja. Daarom. Jullie kennen elkaar al een soort straatdealertjes. Nou, goed. Ik zeg, we gaan... Niemand herkent mij deze skin, jongen. Hartstikke leuk. Goed, we gaan lekker naar de portals. Voor degene die niet weten hoe je dus wegkomt hier, dan moet je naar deze portals gaan. Dat is heel makkelijk. Dit zijn ze, toch? Ja, hier. Nee, niet hier. Hier zo, hier. Daar zijn ze. Ja, ik zie ze. Nou, tip nummer 1 van de Mindtopia-spelers. Ga niet sprinten, want anders had je eten heel snel. Ik zie heel veel mensen dat sprinten, springen en bullshitten. In Mindtopia moet je lekker, vooral als je geen geld hebt, gewoon lekker wandelen. Dan gaat je eten er niet af. Gewoon lekker wandelen en gewoon niet stom gaan doen wat heel veel mensen wel aan het doen zijn. En gewoon luisteren naar de politie. Je ziet dat we kunnen naar Rolandia en naar Greydale. Dat zijn de steden waar we naartoe kunnen nu, omdat we level 1 zijn. Rolandia was het, hè jongens? Ja. Ja. Nou, daar gaan we. Hoppakee, Rolandia is een stuk rustiger. Ja, een stuk wel, ietsje rustiger. En het ziet er ook vet mooi uit hoor. Ik vind echt het een van de mooiste steden. Want mijn plan is, boys, ik wil eigenlijk in plaats van het in het centrum of zo. Ja, wel een center, dus wel een goeie. Want hier is echt geen reet te doen. Moet goed nadenken. Waar denken jullie waar vooral mensen gaan zijn? Ja, een beetje bij de grote gebouwen, bij de bank. Belangrijke gebeurtenissen. Ja, waar is de voedselwinkel van Marnik? Weet je dat? Ja. Die zit ergens aan de hoofdstraat, volgens mij. Daarom. Ik denk dat het hier is. Ja, daar is hij. Yo man, het is fucking groot dat ding van hem. Holy goddamn noli. Oké, lieve foodwinkel, drop hier je sollicitatie. Dan kan je hier winkel ingang gesloten. Tijdelijk dankzij de drukte. Oké, het is gesloten op het moment. Dit is hun winkel. Het is vet groot. Maar kijk, we kunnen gewoon zo'n huis kopen. Dan hoeven we geen plot te betalen. Maar alleen maar een huis met pot en al. Dat is vet relaxed. Alleen het ding is dus. Hier zit dus Marnik met zijn voedselwinkel. Dat is echt super kloten. Yep. Maar het is nu ook gesloten dus. Ja, dat is wel zo. Maar het gaat er vooral om dat, zeg maar, wat wij willen doen is hetzelfde soort winkel. Oh, shit, ik wou echt van wij hier iets kopen, maar die is ook al gekocht. Oh, mensen slim, wat is dit? Wat is denn dit? Bouwbedrijf. Een bouwbedrijf. Is het een bouwbedrijf hier zo in? Wat grappig, ik heb gewoon een bouwbedrijf gestart hier binnen. Ja, dat mag. Ja, we kunnen of hier iets neerzetten. Het is groot genoeg voor een winkeltje. Ja. Maar één jaar het is, dan moet je betalen voor en het plot... En het huis. Maar we krijgen het er sowieso uit. En ik wil wel een beetje zelf kunnen indelen. Dus wat vinden jullie? Dat we gewoon een pot in een huis kopen? Ja, ik vind dit wel een mooi plot. Ja, maar even kijken. We willen het wel aan de hoofdweg doen. Dus dat is iets... En eerder voor Marnik's winkel. We gaan gewoon lekker Marnik eruit concurreren. Want ze komen vanaf daar. Ze komen allemaal die kant vanuit die kant. Als ze ons pot nou eerder tegenkomen. Dus gewoon lekker hier. Of zelfs hier dus inderdaad. Pot 92. Dan wordt heel Marnik's plot gewoon uit zicht gehaald. Want ze komen eerst langs onze winkel. Ja.
Ja, dat is groot genoeg. Dan zitten we hier de winkeltje in en dan kunnen we twee kassa's minimaal. En dan kunnen we gewoon lekker zorgen voor eten en geld verdienen. Lijkt me een goed idee. Juist, dus moeten we even kijken of we zo'n plot kost. Daarvoor moeten we zijn bij de gemeente, bij de bank. Of Rolandia heeft geen bank, of was het wel zo? Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Rolandia heeft geen bank. Dan moeten we bij de gemeente zijn. Ja. Oké, dan moeten we bij de gemeente zijn. Dus we gaan even langs de gemeente. Gaan we meteen onze aanvraag indienen. Right? Yes. Ja, is goed. Ja, zo simpel is het dus, jongens. Kijk, voor de kijkers dus. Het is trouwens allemaal niet roleplayend. Ik ga je niet in roleplayen. Gewoon totaal niet. Geen bullshit. Ik ga alleen maar helpen hoe ik en deze boys gewoon veel geld gaan verdienen. Maar eigenlijk vooral draait het uiteindelijk allemaal om het ikke. Want ik wil heel veel geld verdienen. En ik hoop dat hun ook rijk worden. Maar samenwerkend kom je daar gewoon veel sneller. Op die manier. En daarom doe ik dit. Ik bedoel, in mijn eentje kan ik... Kom je gewoon niet zo ver met 5000 euro. Nu gaan we allemaal geld bij elkaar leggen om een winkel te starten. Gaan we één keer ergens in investeren. Bijvoorbeeld gaan we met z'n allen nu investeren in voedsel zo meteen en in dit huis. En dat halen we er zo weer uit. Dus dat was zo gedaan. Dus we moeten even langs een bank gaan we regelen in contractie. Als we allemaal gewoon een leningje afsluiten voor 10.000. Hebben we, kijk, 40.000 euro lening. We kopen gewoon eten in voor 20.000. Dan maken we gewoon dikke winst uit. Het komt allemaal goed. Goed, even kijken. Waar zal hier dan in godsnaam de gemeente moeten zitten? Jeetje, we gaan gewoon vragen aan de spelers. Kijken of ze het weten. Even kijken. Hallo. Weten jullie waar de gemeente is? Oh, ik ben een dingeninwoner, zie ik nu. Rolandia-inwoner. Ik ben natuurlijk later ingelogd. Dat houdt in dat ik nu Rolandia-inwoner ben. Weten jullie waar de gemeente is? Iemand een boekje kopen. Op Rotterferens. Nee, we gaan geen boeken van je kopen. Nee, niemand reageert niet eens. Dat vind ik een beetje lullig. Oké, nou goed. Waar de gemeente? Waar is het? Misschien daar rechts. Ja, ik denk ook dat het rechts is. Wat dan? Waar? Daar rechts. Ik zie niet echt een mooi gemeentegebouw nog. Ik heb geen Optify meer, dus ik heb het allemaal weggehaald. Dus ik kan niet meer zoomen. Oké, we volgen jou. Hopelijk is het een gemeentegebouw. Ja, ik hoop het. Ergens hier in de buurt, want het is echt kloot als we ze nu kunnen vinden. Ik denk iets aan de hoofd. Dit is wel de hoofdweg, dus dat is mooi. Ja, waar zou het zijn? Ik zie nergens iets groots of zo. Hebben jullie het gezien? Ja, ik zag hierachter, daar zag ik iets groots, daar zo. Ja. Oké, we gaan niet sprinten. Jullie mogen wel sprinten. Thijs is namelijk eten, dus dan kan dat. Ja, dat. Ja. Ik zie in ieder geval, volgens mij is dit de politie. Dat is een politiebureau, denk ik. Maar dan zou denk de gemeente wel dichtbij in de buurt staan, daarnaast of zo. Ja, misschien wel daarnaast inderdaad. Dan zullen we kijken, is het politiebureau? Verdomme man. Gemeente, we willen alleen maar weten, we willen een plot kopen bij jullie. Verdikke me. Hopelijk is er geen rij, maar Rolandia is een stuk rustiger. Dus alles wat je in Rolandia bestelt is een stuk sneller binnen. Dus een tip voor spelers, echt waar, kom ook naar Rolandia. Contracten zitten helemaal vol. Rijen van kilometers lang in de voedselwinkels. Oh, kijk, het is wel een rijtje. Kijk eens aan, dit is de gemeente. Ja, ik zie het. Oh man, het is wel echt druk. We hadden plot 190, hè? Ja, we willen hem voor mij wel. Kopen. Dan moeten we in de rij staan. Oké, nou goed, gauw, heel simpel. Dan moeten we eigenlijk in de rij staan voor een plot. En dan gaan we een plot aanvragen. Man, het wordt wel een heel gedoe. Weet je wat? Ik ga even in deze video knippen. Tot we inderdaad ons plotje hebben kunnen regelen. Dus, tot zometeen. Alright mensen, eigenlijk zou ik een plot gaan kopen nu in Rolandia. Dat is mijn plan nog steeds. Maar het was een beetje te duur. Het is 50.000, dan mag je een plot kopen in Rolandia. Dat is best wel wat geld, want er moet dan nog een gebouwtje op. Dus dat is een beetje kloten. Nu heeft Dave Poort hier een heel mooi huisje had hij gekocht. En hoeveel heb je hiervoor betaald, Dave Poort? 20.000. Nou, wij willen hier Dave Poort 5.000 aan laten verdienen. Dus we gaan proberen om dit te laten verkopen voor 25.000 met plot en al. Dat is heel makkelijk namelijk om te doen. Dus we gaan gewoon kijken of we iemand kunnen vinden. We gaan even kijken. We gaan gewoon mensen zoeken. Ik kan gewoon op Teamspeak ook zoeken. Weet je wel van wie heeft er wat geld? Of wie wil er een huisje of plot kopen? Dat gaan we gewoon doen. Dat kun je gewoon letterlijk op Teamspeak doen. Dat is normaal. Dit is allemaal niet buiten in roleplay. Dus we gaan gewoon even zometeen een channel joinen waar het gewoon wel kan. Dus ik ga een channel joinen. En dan ga ik even kijken of ik iemand kan vinden voor je, ja? Is goed. Oké, daar gaan we. In te leveren. Hallo lieve en mensen. Ik Bart, ik draai hallo. Om en heen. Hallo. Hey, daar is je weer. Hey, luister dan even jongens. Ik heb hier een plot in contractie te kopen. Een huis met plot. Ik wil hem kopen. 25.000 maar. Ik wil hem kopen. Ja, maar dit is het probleem. 25.000. Huis plus plot. Ik wil hem gerust kopen, maar punt huis is... Plus plot. Op... Okay, huis plus plot.
Hey, wie even kijken. Ja, ik moet even geld lenen bij de bank van dingen, van Mindtopia. Maar Sandy zit er wel allemaal te kutten. Ja. Ik wil hem wel kopen, maar... Daarna wil ik hem wel kopen. Ik weet niet waar hij staat. Welk plot is het? Ik sta nu in contractie, ja, staat achter mijn mooie gebouw. Ik wil hem kopen, maar... 25 ik wil hem kopen! Ja, Brian, Dylan, dat is hem. Waarom zing je niet weer? Dat is hem, ja, Brian. Ga gewoon weer zingen ofzo. Dat is wel mooi als je komt. Ja, dat is zeker mooi, hè? Dylan, hey, ik ben heel veel bezig, toch? Hoor je dat niet? Ik ben aan het zaken aan het doen, jongens. Brian. Brian, vind je een mooi plot? 25 kaartjes maar. 25k. Nou, dat lijkt mij wel een deal. Ja, dan kan je dat nu regelen. Ja, ik ga Sandy even onder de kont schoppen. Onder de kont schoppen, oké, helemaal Brian. Goed. Dat zie ik jou. Je mag je zo meteen mijn channel joinen, ja? Ik zit in opname 4, geloof ik. Yes, is het ja? Wel? Yes. Oké, awesome. Brian, mag ik hem later van jou overkopen? Tot zo. Oké, mooi. Jongens, luister. Dus voor de kijkers nu ook en voor jullie. Ik heb een koper. Het is Brian Dude. Oh. Het is toevallig ook een YouTuber. En hij zegt prima, 25k gaat hij regelen. Het had in dat we hier 4k winst op hebben. Nou, vooral eigenlijk Davenport. Ja. Dit gaan we gewoon kunnen blijven doen, hè. Awesome. Nou goed, dus Brian gaat dit kopen. 25k. Dat had in dat ik bij Ketel. Ja. Ketel, jij bent een FBI-agent, dus wij mogen niet oplichten. Dit is letterlijk wat we nu doen, is ook niet oplichten. Dit is handel. Dit heet letterlijk handel. Heel simpel. Ik mag oplichten aangezien ik nu op dit account ben, wat niet een echt account is. Dave mag oplichten, hij is gewoon een normale speler. Helaas mag Ketel, dus Real Killer hier, hij mag niet oplichten dat hij zit bij de FBI. We hebben een afspraak gemaakt, ik als FBI-director, als echte op mijn main account mag ik niet oplichten, want dat is niet eerlijk. Als FBI-agent, want je hebt een vertrouwensrol. Als hij typt in de chat en zegt, ja kijk, ik ben FBI, dan wordt hij vertrouwd. Dus op die manier. Mooi, dus even kijken hoor. Dan gaan wij even door. Ketel, wij gaan even naar het wetshuis. Ja, is goed. En wij gaan naar de gemeente. Wij gaan gewoon een plot aanvragen, bro. Zal ik mijn kleren aandoen, zodat ze ons misschien eerder helpen? Ja, tuurlijk. Het zijn gewoon FBI-zaken. Ik bedoel, als jij vrienden hebt die bij de FBI zit, of gewoon iemand kent, dan mag je dat al doen. Heb je wat eten voor mijn Ketel? Ja, tuurlijk. Dat is niemand. Ik bedoel, ik zit nu al 3 uur op de server ongeveer. En ik heb nu mijn eerste broodje binnen opgegeten. Oh. Dat had in dat ik gewoon nooit sprint. Davenport, jij bent nu met de ding aan het praten met Brian? Ja. Hij is 10k aan het regelen. 10k. Zeg dat hij op 10 mag komen, dat hij deze channel mag joinen. Heel simpel, jongens. Doen. Dat is, ik zeg, dit is totaal geen roleplay. Je hebt gewoon gehoord dit, hoe ik gewoon die channel joinde. Waar al die kinderen zaten schreeuwen over bullshit. Hoe ik daar een plot aan het verkopen ben. Het gaat allemaal heel erg snel. Ja, via papier. Kut. Waar zijn die er zijn? Heb jij een boekje? Ketel, heb jij een boekje? Ja. Kom even naar buiten. Ketel, oké. Komt u maar gewoon even het hoekje. Pas op dat je niet in de hopper gooit. Ik wil. Hoppa. Maar ik had toch ook even vragen als we gewoon even met Sandy kunnen praten. Wat, hè? Je reageert altijd heel snel op mij, Sandy. Ja, klopt. Maar dit zijn resources die andere kijkers niet hebben. Dus dan mogen we dat niet gebruiken. Goddammit. Wow, ik zag iemand net vordering op een manier? Dat was wel heel sick. Hij deed gewoon dit, hè? Let op, Ketel. Hij ging van hier. Tak, het stond in één keer voor. Oké, okay, maar waar staan ze dan? Nee, ik heb geen baan. Waar is Sandy dan? Bij de bank. Waar is het loket? Ja, volgens mij, ik zag het net nog wel hier. In de bank staan. Ja, want we hebben dan een plotje komen. Wij zijn serieuze buyers, jongens. Dus we zien jullie als we een gesprek hebben. Hele belangrijke. Als wij een gesprek hebben met Sandy. Alright, we staan nu in de bank. Ik heb een speciaal eentje voor mij geopend. Denk ik, deze gast, hij drinkt voor. Hij drinkt gewoon voor, deze motherfucker. Nou, ik drink ook gewoon voor, want hij is allemaal in de verkeerde rij aan het staan, sukkels. Maar goed, Sandy werkt hier bij de bank. Ja, Sandy heeft geen idee dat ik dit ben, natuurlijk. Dus, hoi, Sandy. Goedendag, kan ik u helpen? Ik wil graag een lening afsluiten van 20k. Ik heb een... Ik ga een winkeltje openen in de voedselindustrie. En ik ben met een groep van... Eigenlijk zijn we met z'n vieren, maar ik zeg gewoon zes. Zes man. Ik ben met een groep van 6 man. Is dit mogelijk? Ik hoop dat het lukt, ouwe. Ja, en met dat geld wil ik graag een plot kopen. Hé, hey, ga eens weg, hiero. What the fuck, man? Oké, nou, ik weet wat er een ander op zou zijn. Dat is zeker mogelijk. Welk plot had u gedacht? Het plot naast de bank hier. Helaas geen nummertje op.
Gewoon lekker tegen de praten. Shandy die gaat je helpen. Zo gaat Willem geld verdienen. Zo ziet het nog steeds, jongens. Voor degene die weet, geen roleplay. Het is alleen maar puur hoe het gaat, zoals anderen het ook doen. Daar zijn mensen te rijden. Ja, ik heb gewoon heel simpel gewacht dat deze rij open ging. En ik ben meteen ervoor aangegaan. En ze hebben het dicht gedaan, dus dat is mooi. Ik ga het even noteren voor u. Oké, helemaal top. Wat zou er nu gebeuren? Wat? Ik ga checken of ze... Ik weet niet. Zal ik doen alsof... Zal ik gewoon op Teamspeak naar haar toe gaan? Dan weet ze in ieder geval dat ik het ben. Ja, ja. Is wel makkelijker, denk ik ook. Ja, oké. Okay, fuck it. Dan weet ze in ieder geval dat ik het ben. Dus dan ga ik er even nu slepen. Even escape. Zo. Sandy, stoor ik? Nee hoor. Oké, hey. Dat je het weet... Ik ben de persoon die nu voor je staat. Ik ben nobody noticed. Oh, dat ben jij. Jeetje. Hey. Oh my god. Maar ik wil de plot even kopen. Hoe gaat het hier in zijn werking precies? Nu. Ja, je bent sowieso met een groep. Dus dat is alleen maar beter. Dus je mag altijd gewoon dan meer lenen. En ja, ik ga dan in principe ga ik het voor je noteren. En je krijgt sowieso 5 rente daarbij. En ik wil 20k dan... lenen. Dus had inderdaad dan hoeveel per week moet betalen? Dat is dan 2100. 2100 per week moet betalen? Ja. Oké, top. En ja, voor de rest dan ga ik dan gewoon dat plot op je naam zetten. Als je dan betaalt, zeg maar. En dan is in principe het plot voor jou. Oké, okay, hoeveel kost het plot dat hiernaast staat? Is het 10k of zoiets? Nee, 30k. 30k is het plot? Ja. Oké, okay, nou dan... Dan moet ik even 5k extra. Ga ik 25k lenen? Zijn ze, nee, doe maar gewoon meteen 30k. Waarom niet? Fuck it. Ik koop het hele plot gewoon mee. Ja, is dat mogelijk? Dat is zeker mogelijk. Oh, mooi. Dan ga ik dat even regelen. 30k leen ik. En dan krijg je natuurlijk 3300, 400 per week? Nee, dat is 3150. 3150 per week. Oké, okay, dan kan ik dat regelen. Normaal gesproken hoor je het in de chat type. Ik ben trouwens aan het opnemen, Sandy. Als je, dat je het even weet. Oh, okay. Ja, sorry, je bent even in opname. Ik ben even gewoon puur out of roleplay, dus je hoeft niet in roleplay te praten. Okay. Dat is je gewoon echt speelt. Dus dan kan ik nu het plot krijgen. Nu al meteen, of moet het wachten? Ja, ik ben het heel even aan het noteren. En dan ga ik het regelen. Dat ja. Het op jouw naam komt. Hoeveel mensen heb je al gehad hier vandaag? Nou, ik zie er rij. Nou, ik denk sowieso een stuk of 200 sowieso. Maar werk ik alleen hier? In principe wel. Er zijn wel eens mensen die dan... oh kijk, daar gaat dan weer eentje naar binnen en dan... Ja, ik parcours er zelf wel overheen hoor. Ik bedoel, ik had net geluk dat je het deurtje voor me opendeed, dus... Ja. Hoppa, oké, ik loop achter je aan. Mooi. Ik heb trouwens Dave Poort, een ketel. Het is precies dit plotje ja. Hier, ja. Die is 30.000. Deze wilde ik, ja. Ja, staan er nog bij. Deze wil ik hebben, 30.000. Oké. Ja, we kunnen zo meteen al heel wat terugbetalen zelfs al van de lening. Want als het goed is, Brian, die net ook toevallig de channel joinde, hoorde ik. Is er ook? Ja, en Brian wilde het plot naast me kopen. Nou, oh. Ja, jij weet dus nu ook, je zit in de opname, Brian. Dus, serieus? Ja, ik dacht die join, maar ik dacht... hoe je het plot koopt. Dus dat is allemaal heel goed. Maar deze kijk dus nu, is nu voor mij. Ja. Oké, heb je het op mijn naam geselecteerd toen ik de 30.000 ben betalen? Ja, je hoeft nou in principe niet te betalen, want je nou, zou normaal gesproken zou je 30k krijgen. Maar in principe, het plot kost 30k, dus... Je krijgt niks, maar ik moet gewoon uiteindelijk 30.000 terugbetalen. Dat is nu vooral het ding. Alright, dan is het volgens mij met de bank geregeld nu? Ja. Alright, dan is dit... dankjewel, Shandy. Werkt ze nog? Ja, dankjewel. En je doet lekker werk, doe je werk lekker snel. Dus gelukkig. Ja, daarom. Alright. Komt helemaal goed. Dankjewel, Shandy. Ja, gedaan. Doeg. Kijk, nou goed, even voor sorry Brian, dat ik even er een zendend opnemen. Dus nu heb ik bij Sandy het plot geregeld. Ik kan zo meteen een huiselijk geregeld. Ik ben bij het bouwbedrijf langs om dat te kopen. Of ik kan gewoon zelf iets designen en dat er neerzetten. Dat kan op de DDG Creative Server, kan je het proberen tenminste, als ze er zin in hebben. Weet ik niet zeker, maar wij gaan het proberen wel te doen. En dan ga ik een beetje, ja nee, ik ga het eerlijk spelen. Ik ga gewoon naar het bouwbedrijf zoals ieder ander dat moet doen. Want het bouwbedrijf heeft nu weinig te doen nog, want er zijn weinig aanvragen voor. Dus dan kan ik het snel neerzetten. Ja, mooi. Dat is al geregeld. Maar jullie kan natuurlijk ook op deze manier, als Sandy op Teamspeak is, spreek Sandy aan, want ze doet het gewoon voor je. In het begin wisten ze inderdaad niet dat ik het was, maar ik dacht om het even sneller te doen, dan doe ik het even zo. Nou, Brian, voor jou. Ja. Ja, jij wilt dit plot kopen, 25 kaartjes. Yes, yes, yes. Eigenlijk is 25k, ja goed, ik heb gezegd 25k, ik had het beloofd, want eerlijk is eerlijk, dit plot is 30k, het is net zo groot en je hebt al een fucking huis erop. Ja, goed. Nou ja, goed. Nee, 25k heb ik afgesproken met je, dus 25k, Brian.
Yes. Of heb je zoiets van, okay. nou, omdat je zo lief bent altijd, deel, doen we wel 30. Of heb je iets van, nee, 25, nou, 25. Nee. Als je bent zo aardig tegen mij, dan doe ik wel 30. 30k? 30. Ja, amazing. 30k. Awesome. Oké. Okay. Je hebt het bij je? Ik moet het nog gaan halen bij Sandy. Oké, ga het regelen met Sandy zometeen. Dan, yes. Want hij is nu net weg. Dan ga je met Sandy regelen. Dan zie ik jou gewoon een andere keer. Want ik ga niet de opname nog een keer knippen hiervoor. Oké, dan zien we jou zo, Brian. Yo, it's good. Yo, awesome. Later. Later. Nou, goed. In ieder geval, boys. Het gaat lekker, hè? Lekker gefixt allemaal. Ja, het is goed gefixt. We hebben nu een plot. We hebben deze verkocht. Dat houdt in dat we dat eigenlijk niet aan verdiend hebben. Dus dat is kloten. Maar... goed. We gaan nu binnenkort een winkeltje kunnen starten met wat geld. Die we nog bij elkaar gelegd hebben. Dus hebben we Real Killer nu wat die we kunnen investeren. Want jij hebt wat meer geld, hè? Ik heb nou 55k. 55k. Nou ja, goed. Ik ga gewoon doen alsof jij maar 5k hebt. Het beginnende speler. Want jij bent natuurlijk al een veteraantje. Dus dat is me eerlijk. We houden 5k. Zoals jullie ook spelers gewoon zouden kunnen doen. Doe het op die manier. Dus dat hebben we geluk gehad. En dan gaan we gewoon proberen om hier voor 20k een mooi huis neer te zetten. Een mooie winkel. Dus dat is helemaal goed. Ja, en ik zie hier dat de winkel van Enduren zichzelf aan het opdoeken is. In de winkel, eigenlijk in mijn winkel. Dat ik gewoon vraag of ik hun kusten mag meenemen. Hun cauldrons en hun balies. Dat is gewoon korting. Kost ons minder. Kost ons minder. Dus dat is helemaal goed. Alright, mensen. In ieder geval, dat is eigenlijk voor episode nummer 1. Is dat wat ik gedaan heb. Echt, dus gedaan is eigenlijk in 2 uur tijd. Vooral, in 2 uur tijd op Mytopia heb ik dus nu al een lening kunnen afsluiten. Ik heb gewoon netjes in de rij gestaan bij de gemeente. Waar ik gewoon achter kwam dat 50.000 voor een plot was in Rolandia. Dat ik nu hier begin. Rolandia is wel een mooiere stad. Dat is zeker waar. Dus we willen uiteindelijk naar Rolandia toe. We houden nu even op contractia met het eerste winkeltje. In 2 uur tijd. Ik bedoel, jongens, gaat lekker. Zeker. Dus tip nummer 1 die ik jullie altijd kan geven is gewoon het volgende. Zoek een groep mensen. Met samen sta je sterk. En tip nummer 2 is ga niet sprinten. Ik bedoel, ik hier deze te springen. Te jumpen, te parkouren. Wat doe ik? Ik loop gewoon rustig rond. Ik heb 1 broodje gegeten in 3 uur tijd. What up? Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Alright mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vond. Als je het leuk vindt dat ik jullie tips en tricks geef hoe je rijk kan worden nu in Mytopia. Op mijn manier natuurlijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag in de volgende video. Later nog wat ziens en... Peace.